Hoe worden mensen langzaam robots? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, de toekomst. Kijkt u even mee. Robots worden slimmer dan mensen. Robots worden groter en sterker en sneller dan mensen. En ze nemen de wereld over. En ze maken ons allemaal dood of maken er een soort van kasplantjes van om te zorgen dat ze genoeg energie hebben om al dit soort dingen te doen. Wie kent het niet? De Terminator, Matrix. Het zijn heel veel van dit soort toekomstvisioenen over wat er gebeurt als de dingen die wij bouwen, de werktuigen, de machines die wij maken, als die steeds meer intelligentie krijgen. Een hoop mensen hebben het gevoel dat dit toch wel een beetje onaangenaam is. Maar denken, ja, nou ja, dat zo vaart zal het wel niet lopen. Toch eventjes een reality check, jongens. Een hele hoop wetenschappers zeggen, nou, zo ongeveer over een jaar of 10 of 15 misschien, dan zijn wij in staat om kunstmatige intelligentie te maken, om supercomputers te maken die net zo'n grote rekenkracht hebben als ons brein, zeggen ze. Dan zijn computers net zo slim als mensen. Nou, ja, is dat dan echt zo? Als we dan net zoveel rekenpower hebben als mensen, ontstaat er dan bewustzijn en ontstaat er dan gevoel en creativiteit en poëzie en al dat soort dingen? Nou nee, dat dan misschien niet. Maar ze kunnen dan toch wel heel erg veel dingen. En misschien ook wel zo slim worden dat ze zich allerlei gaan aanpassen en misschien ons ook wel doodmaken. Dat zeggen mensen dan. Maar ja, is dat echt zo? Ja, dat is nog 10 jaar. Maar wat kunnen ze dan nu al? Nou, in 1997 versloeg een computer, een schaakcomputer, die versloeg Kasparov, de toenmalige schaakkampioen. Dus de computers kunnen dat al. En als je kijkt naar hele oude toekomstvoorspellingen, die zeiden van, nou ja, daar begint het mee, met dat soort dingen. Een heel belangrijk ding wat het lastig maakt voor robots om net zo te worden als mensen, is niet alleen denken en adaptatie, hè, dat ze dat dingen kunnen leren, zelflerend zijn, en niet alleen maar doen wat mensen erin stoppen, dat is een heel belangrijk ding. Maar ook eigenlijk bewegen is ook heel lastig. Dus die schaakcomputer, die kan Kasparov al verslaan. Maar ik denk dat het kleine buurjongetje van 4, wat wij hebben, dat die misschien met gemak de allerbeste robot verslaat in hinkelen. Er zijn al voorspellingen dat bijvoorbeeld in 2050 dat we dan een voetbalteam kunnen hebben wat het op kan nemen tegen onze voetballers. Dat ligt dus een stuk verder op de horizon als een schaakcomputer die het op kan nemen tegen de beste schaker. Dat bewegen en daarin juist interacteren en adapteren en creatief zijn, dat is nog veel lastiger. Maar ook daar worden al een aantal behoorlijk spannende stappen ingezet. Hier kunnen jullie eventjes meekijken naar Big Dog. Ja, dat lijkt toch al best wel een beetje op een hond of zoiets, of iets levends. Dat begint erop te lijken. Het bedrijf wat dit ontwikkelt heet Boston Dynamics. En Boston Dynamics is een bedrijf wat vooral in het begin door DARPA gefinancierd is. Kennen jullie DARPA toevallig? Dat is de Defense Advanced Research Projects Agency. Ah, defense. Het Amerikaanse leger stopt heel erg veel geld in het ontwikkelen van dit soort ontwikkelingen. Begint dat al een beetje onaangenaam te klinken? Dat het leger eigenlijk hier zoveel mee bezig is? Even kijken of jullie echt een beetje op het puntje van de stoel krijgen.
Wie heeft Boston Dynamics onlangs opgekocht? Samen met, nou, volgens mij, nog 7 of 8 van dit soort robotbedrijven. Ah, Google. Oh, wat, was dat niet het bedrijf dat zo'n beetje alles van ons weet? Waar we zijn en waar we op klikken. Begint dat al een klein beetje onaangenaam te klinken? Nou ja, het is natuurlijk, we weten niet zo goed wat de toekomst brengt. Hè? En het is gemakkelijk om te denken, het gaat allemaal eng worden. En er is ook heel veel nuttigs wat hieruit voortkomt. Het is niet alleen maar een angstverhaal. Maar het zijn ontwikkelingen die eigenlijk tot de verbeelding spreken, die we moeilijk vinden. Maar ja, de toekomst voorspellen is heel lastig. Dat hebben we eerder al gezien. Ik wil jullie even meenemen naar een oude toekomstvoorspelling. Die zie je hier. En die illustreert eigenlijk wel goed wat het verschil is tussen intelligentie van de ene soort en van de andere soort. Hier zien wij een professor. En deze professor die wordt door robotarmen uit zijn jasje geholpen en zijn wandelstok wordt aangenomen. En vervolgens gaat hij in een robotrestaurant, krijgt hij precies waar hij zin in heeft. Nou, dat eerste, dat is dus intelligentie en robots die je zouden helpen en soepel dingen aanpakken van je. Ja, dat is er dus nog niet. Dat hadden ze eigenlijk niet zo goed voorspeld. Maar de tweede, toekomstvoorspelling, 1910, die is eigenlijk wel redelijk uitgekomen, denk ik. Ja. wat ik maar mee wil zeggen is, in de toekomst kijken is lastig. Ja? Dat hele vergelijken van mensen en machines. Hè, van, kunnen we machines nou niet meer menselijke of dierlijke eigenschappen geven? Dat is iets van science fiction geweest altijd. Hè. Dat lezen we al in boeken en dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Golems en robots en allerlei machines die mensen bouwen. En die dan misschien de mens vervangen of verplaatsen of... Dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Maar dat is ergens is dat vanuit de science fiction hoek gewoon de wetenschap ingekomen. En dat wou ik jullie toch wel eventjes uitleggen, wie dat was. Dat is een man die heette Norbert Wiener. Jullie zien hier een foto van hem. Een redelijk excentrieke professor. Die in 1948 een boek uitbracht. En dat boek dat heette Cybernetics. Of Communication Between Man and Machine. Dat is een behoorlijk staaltje compact schrijfwerk met heel veel formules en niet echt voor op het nachtkastje. Maar het interessante daarvan is dat hij als eigenlijk een van de eerste allerlei wiskundige trucendozen heeft verzonnen waarmee je eigenlijk menselijk gedrag in wiskunde kon vangen en in formules. En andersom, dat je dus machines zich dan zouden kunnen laten uitdrukken in hoe je mensen beschrijft. Dus eigenlijk heeft hij geprobeerd om via, met een soort van engineering bril, een technische bril, te kijken naar hoe mensen functioneren. En te proberen dat dan in de taal van machines te vangen. Dus met andere woorden, om een soort common ground, een soort midden te vinden waarmee mensen en machines met elkaar zouden kunnen communiceren. Dat noemde hij cybernetics. Een van zijn bekendste voorbeelden is, die zei van, als je nou een kat zou willen maken, hè, wat zou het beste model voor een kat zijn? Dus als je een kat zou moeten modelleren, daar zou allemaal vergelijkingen voor zou moeten opstellen van hoe een kat is. Nou, lekkere vage opdracht. En hij zei, het beste model daarvan is eigenlijk een andere kat. En wat hij daarmee bedoelde is, als je in staat bent om dingen zo goed te modelleren en te beschrijven, dat je echt de essentie pakt, dan kan je het ook bouwen, dan kan je het ook namaken. Met andere woorden, misschien zijn machines, worden dat uiteindelijk wel meer mensen. Of misschien gaan mensen en machines wel meer samen. En hier zie je eigenlijk een volgende stap in de evolutie, die cyborg heet. En dat komt dus van het cybernetics boek van Norbert Wiener. En cyborg is eigenlijk cybernetic organism. En dat zegt dus iets over dat er een samensmelting is van mens en machine. Nou, dat zien we hier dan. Hè. We beginnen zo als apen, en dan worden we een man en een mens. En dan een mens die robot nog een beetje dingen moet leren. En als laatste een soort van versmelting. Misschien een mens met robotbenen of zo. Zodat je sneller kan rennen of
Nou, is dat eigenlijk zo gek? Hebben we dat niet al een beetje? Hebben we niet al pacemakers die in ons zitten? Hebben we niet al een soort van heupimplantaten? Er zijn eigenlijk al best wel veel stappen gemaakt. Er zijn ook ogen waarmee je weer een beetje kan zien. Gehoorapparaten die eigenlijk helemaal in het slakkenhuisje waar ons gehoor zit weer proberen signalen naartoe te sturen. Dat zijn allemaal al mengingen van mens en machine. Zijn we niet eigenlijk meer op weg naar samensmelten van mensen en machines? En het beste van machines gebruiken om ons beter te laten functioneren? Ja, ik weet het niet. Een ander voorbeeld waar je aan kan denken op weg naar die evolutie, als dat het zou zijn, zijn exoskeletten. Nou, een exoskelet, dat betekent dus eigenlijk een soort uitwendig skelet. Dat kennen jullie misschien uit films als Iron Man, hè, die dan zo'n robotpak aantrekt en dan de bad guys allemaal verslaat. Dat zijn ook allemaal van die toekomstvisioenen van hoe een mens in een soort pak in één keer een supermens wordt. Nou, dat proberen wij ook in ons Haptics Lab te maken, maar dan niet om dingen kort en klein te slaan, maar om mensen in de zorg te helpen met het tillen van patiënten. Je zou je kunnen voorstellen dat het heel fijn zou zijn met ja, toch een bevolking die steeds meer overgewicht krijgt en steeds meer bezuinigd wordt op de zorg. Dat het fijn zou zijn als we onze verplegers een handje zouden kunnen helpen en een soort pak zouden kunnen geven waarmee ze iets makkelijker een gedeelte van het gewicht op zouden kunnen tillen. Dat kun je ook toepassen in een heel ander gebied. Bijvoorbeeld het besturen van robotarmen in de ruimte. Ook dat is in een project waar ik bij betrokken ben. Wordt dat onderzocht. Dit is een exoskelet van André Schiele. Die werkt samen met ESA. En daarbij beweegt hij eigenlijk een arm waarmee hij een robotarm kan aansturen en waarbij hij tegelijkertijd ook zou moeten kunnen voelen wat die robotarm voelt. En dan heb je dus al eigenlijk een soort pak waarmee je ofwel beter gewoon direct op de plek waar je bent kan interacteren ofwel iets heel anders kan besturen, alsof je daar bent. Is dat alles? Nee, we zijn ook al bezig met het gebruiken van onze hersenen om allerlei objecten aan te sturen. Hier zie je een onderzoek van een collega van mij, Tom Carlson. En Tom Carlson is bezig met brain-machine interfaces. Je krijgt een soort badmuts op je hoofd en die badmuts die meet allerlei elektrische activiteit. En als je daar nou een beetje goed gebruik van maakt, dan kan je allerlei dingetjes aansturen. In dit geval is een patiënt die in een rolstoel zit, kan hiermee een soort robotje aansturen die kan rondrijden. Zou je bijvoorbeeld in een museum zou die kunnen rondrijden, kan die inloggen en dan kan die gewoon lekker op zijn eigen gemakkie rondrijden daar. En je zou je ook kunnen voorstellen dat hij het misschien kan gebruiken om zijn eigen rolstoel aan te sturen als hij bijvoorbeeld helemaal verlamd is. Puur door te denken. Daar zijn we al aardig ver mee. We gaan nog even een klein stapje verder in het versmelten van mens en machine. Wie kent Robocop nog? Robocop was ook eigenlijk een soort versmelting. Hè? Dus die politieagent die kreeg dan half was hij robot. Nou, er is één wetenschapper, Kevin Warwick, en die gaat behoorlijk ver in deze hoek. Hij heeft namelijk een chip in zijn onderarm geïmplementeerd. En daarmee kan hij communiceren tussen zijn zenuwstelsel en iets daarbuiten. Bijvoorbeeld een andere robothand. Nou, de Snave Hand. Hier zie je Kevin Warwick. Die zijn hand dicht doet. En hop, daar gaat de robothand dicht. En daarmee kan hij natuurlijk robothanden kan hij besturen. Puur door zijn eigen hand te besturen. Maar hij zou ook een lichtje aan kunnen doen bijvoorbeeld. Hey, het werkt. Het is een beetje een dure en tricky manier om de lampen aan te doen. Maar het laat eigenlijk zien dat je daarmee kan interacteren met je eigen zenuwstelsel. Is het al gek genoeg? Of kunnen we nog een stapje verder gaan? Ja hoor, dat kan. Hij heeft dat namelijk ook bij zijn vrouw geïmplementeerd. En dan krijg je toch eigenlijk wel een manier waarop zowel hij als die vrouw via het internet met elkaar kunnen voelen. En zij kan voelen wat hij voelt en vice versa. Dat gaat dus behoorlijk ver al. He, dus het cybernetische organisme, de cyborg, dat gebeurt al ondertussen. En dat gaat langzaam. Dus wat wordt nou de toekomst voor ons? Versmelten mensen en robots?
Of zijn robots eigenlijk in zichzelf de next step in de evolutie? En zijn wij een soort dinosaurussen die weggaan? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Jullie weten het ook niet. We weten het allemaal niet. En welke toekomst het wordt, daar zullen we met z'n allen over na moeten denken. En niet alleen wetenschappers. We moeten met z'n allen over nadenken. Wat willen we? Wat zijn de grenzen? Waar willen we het beste uit die samenwerking halen? En ik als wetenschapper denk daarbij dat goede communicatie, niet alleen tussen mensen en niet alleen met dit soort initiatieven, maar ook communicatie tussen mens en machine, dat dat essentieel is om goed te voelen en samen te weten waar we naartoe zullen gaan. En misschien krijgen we dan wel een toekomst waarin mens hand in hand met de robot zal gaan. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. En het was mij een groot plezier. Tot de volgende keer.